werd in mijn leven hoog tijd om meer terug te doen voor de samenleving. En zo zat ik al snel in het bestuur van de lokale kledingbank. Daar zorgt men dat mensen die geen kleding kunnen kopen, omdat ze geen geld hebben, toch kleding kunnen krijgen. Afschuwelijk dat het nodig is en fantastisch dat het er is. Daar wordt goed werk gedaan. En toen ik er was, zag ik dat het goede werk wordt gedaan door veel knetterhard werkende vrijwilligers. Hartverwarmend. Maar ik zag ook hoe dichtbij en veelomvattend armoede is. Veel meer dichtbij en veel ingrijpender dan ik tot op dat moment in mijn eigen bubbel ooit had gedacht. Dat zette me aan tot nadenken. En al nadenkend kwam ik terecht bij het Vincent de Paul Center Nederland. Deze mensen zijn geïnspireerd door Vincent de Paul, die al 400 jaar geleden heel pragmatisch nadacht over armoede en over wederzijdse verantwoordelijkheid. Hij zei bijvoorbeeld: er is voldoende liefde, maar het is slecht georganiseerd. Ik wilde weten of de eigentijdse kijk op armoede nog klopt bij de beelden van 400 jaar geleden. Zijn die ideeën van deze Vincent de Paul nog actueel? Zijn ze nog waardevol? Ik ben Kees de Beer, ik ben 27 jaar oud. Mijn naam is Anne van Rijen, ik ben 23 jaar en ik woon in Nijmegen. Ik ben Mirjam, ik ben 40 jaar. Ik woon tegenwoordig met mijn twee dochtertjes en mijn vriend in Heilo in Noord-Holland. We hebben hier een interview over een eigentijdse kijk op armoede. En ik ben blij dat jij die met ons wilt delen. Wat is je beroepsachtergrond? Wat doe jij? Ik ben groepsleiding op een klinische behandelgroep voor jongeren met autisme. Ik ben in het dagelijks leven sociaal werker. En daarnaast heb ik een eigen stichting binnen de woordkunst. Ik ben Dirk Boonstra, ik ben 32 jaar. Ik heb al 15 jaar een vriendin, twee kinderen, een dochter van 4, een zoon van 9 maanden. Ik werk als voorlichter voor Cupido. Cupido is een seksspecifiek expertisecentrum. En ik geef voorlichtingen over onderwerpen als sexting en grooming. En ik geef liefde is lessen aan middelbare scholieren en aan scholieren van het basisonderwijs. Mijn naam is Hugo Touw. Ik werk als intensivist in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. En ik werk zelfstandig als project- en interimmanager in de bouw en vastgoed en ICT. En dat vind ik heel erg leuk. Ik ben Aloïs Weingaerts, 37 jaar inmiddels en ik woon in Amsterdam. En ik ben 33 jaar en woon ook in Nijmegen sinds kort. Ik werk bij de Nederlandse Bank, ook gevestigd in Amsterdam. Ik ben directiesecretaris, dus ik werk voor de directie en de raad van commissarissen. Eigenlijk is alles wat ik doe erop gericht om te zorgen dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Armoede in de breedte? Armoede is inderdaad in de hele brede zin. Het begint toch heel erg vaak met geld. Armoede is denk ik heel veel dingen. Het is vooral heel relatief. Armoede is zeker relatief. Ik heb wel eens uitgelegd. Ik kan één knikker hebben en jij kan 10 knikkers hebben.
dan zit ik in armoede. Maar ja, ik weet niet hoeveel mijn knikker waard is. En ik weet ook niet hoeveel andere mensen, hoeveel knikkers die hebben. Want jij kan 10 knikkers hebben, maar misschien hebben sommige mensen ook wel geen knikkers. Wat wij dan een acceptabel niveau van armoede vinden, dat is ook een relatieve grens. Ik denk dat we die grens verder zouden moeten optrekken. En dat dus veel meer mensen eigenlijk tot de definitie van armoede zouden moeten worden gerekend. Omdat ze niet dezelfde kansen krijgen als sommige andere mensen in deze maatschappij. Ja, je blijft altijd het verschil tussen arm en, laat ik zeggen, rijk houden. Of minder arm. De een is inderdaad financieel niet arm, maar heeft sociale contacten weer minder en andersom. Mm-hmm. Maar het gaat er meer om, hoe ga je daar dan mee om en wat is voor jou op dat moment belangrijker? Ja. En wat kan je er zelf aan doen? Ja. Maar wat ik wel zie is dat het met name de mensen zijn die minder hoog opgeleid zijn, lagere economische klasse lid van zijn, dat er mensen zijn die ook veel lichamelijke klachten ontwikkelen. En dat een hele belangrijke voorspeller is voor niet alleen hoe oud we worden, maar ook hoe we oud worden en met hoeveel ziektes dat gepaard kan gaan. Als mensen gebrek aan geld hebben, zie je vaak meerdere gebreken. Je ziet door armoede raken bijvoorbeeld mensen scoren lager op een IQ. Dat kan 11 tot 13 punten schelen. Dat betekent dat ze het vaak op school minder doen. Dus dat er eigenlijk ook daar aan armoede ontstaat. Je ziet dan vaak dat mensen in een slechte financiële situatie zich terugtrekken, niet meer naar buiten durven, zich angstig voelen, dus er ontstaat eenzaamheid. Dus ja, ik vind het een moeilijk vast te pakken begrip. Daarnaast ja, is armoede voor mij niet alleen geld of geen bezit of geen eten, maar ook soms het gebrek aan geestelijke verrijking. Dat is een moeilijke vraag. Ja. Ja. Ik vind het makkelijker om de vraag om te draaien. Wat is voor mij rijkdom? En dat is voor mij een warme vriendenkring hebben. Van warme sociale kring om me heen hebben. Dus het hebben van een goede band met mijn familie. En met vrienden, met mijn partner. Dus dat ervaar ik heel erg als rijkdom. Dus als ik dat niet zou hebben, zou ik me armoedig voelen. Is eenzaamheid ook een vorm van armoede in jouw beeld? Ja. Ja. Ja, zeker. Dat speelt onder andere als het gaat over de discussie rondom het voltooid leven, over het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie, over mensen die echt een actief einde willen maken aan hun leven. Uit onderzoek blijkt dat dat vaak ook mensen zijn die vanuit eenzaamheid, wat dus ook ja, eigenlijk armoede aan contact dan is, of aan het deelnemen aan de maatschappij, dat daarvan vandaan komt. Ik denk dat er een absolute ondergrens is. Mm-hmm. Kijk, als je gaat vergelijken van jij hebt 600 Facebook vrienden, ik heb er 300. Als 300 genoeg is, of als 50 genoeg is, dan is het geen armoede. Als je kunt denk ik ook 600 Facebook vrienden hebben en je alsnog eenzaam voelen. Je kunt zeg maar sober leven en niet veel geld uitgeven, maar je niet arm voelen. Sommigen hebben weinig mensen om hen heen, dat zie ik als armoede. Maar ook inderdaad niet wetende hoe ze met bepaalde dingen om moeten gaan, is ook armoede. En ja, dat zie ik eigenlijk wel vooral veel in mijn werk terug. Ja. Is die armoede als niet weten, is dan onmacht of onvermogen? Ja. Ja. En niet veel mensen om je heen, is dat dan eenzaamheid of niet genoeg referentiekaders? Of? Ja, eenzaamheid, sociaal isolement, daar kan je het wel onder laten vallen, ja. Ja. Als het in de tijd plaatsen, heb je het gevoel dat de armoede in het verleden anders was dan nu? Of is het hetzelfde? Ja, dat denk ik zeker. Kijk, als je natuurlijk 100 of 200 jaar geleden terugkijkt, dan was materiële armoede objectief gezien gewoon een veel groter issue. Maar nu er zoveel meer kennis ook is van mensen en van omgeving en inderdaad met social media, dat er veel meer aan de oppervlakte is gekomen wat eigenlijk allemaal onder armoede kan vallen.
Waar het vroeger wellicht zich altijd beperkte, in ieder geval tot een relatief klein geografisch gebied waar de mensen zich bewogen, waar ze werkten en leefden. En daar zul je ongetwijfeld in die tijd ook de verschillen hebben gezien. Mm-hmm. Alleen nu zien we ook hoe slecht het is aan de andere kant van de wereld, of hoe goed het is aan de andere kant van de wereld. Qua sociale armoede en informatiearmoede, om het zo maar even te noemen, zie ik wel dilemma's. Ik weet gewoon van de statistiek dat we gewoon wereldwijd steeds minder mensen in armoede leven. Ook al zien we wel nog steeds armoede, gaat de wereld op een grote schaal wel langzaamaan vooruit. Ik denk dat dat niet onderdoet aan het gevoel wat mensen hebben die te maken hebben met armoede. Die moeten nog steeds hard werken om eindjes aan elkaar te knopen en om te overleven en om dingen voor elkaar te krijgen. Maar dat neemt niet weg dat de verschillen tussen de extreem rijken en de armen, dat ook steeds groter wordt. In hoeverre herkennen we nog de emotie van een ander in onszelf? Of moeten we vooral aan elkaar showen eigenlijk van, hey, het gaat goed met mij, dit is wat ik doe, dat is wat ik doe. En daarmee eigenlijk niet vertellen van hoe het met je gaat. Je hebt het gevoel dat dat anders is dan het geweest is? Ik hoop het. Er is een ontwikkeling natuurlijk van individualisering. Dat heeft ook heel veel hele positieve kanten. Hè? Dat mensen eigen verantwoordelijkheid, minder afhankelijk, minder door groepen zeg maar bestempeld worden. Dus er zit ook een hele positieve kant aan. Maar ja, als dat doorzet, dan vergroot dat ook het risico op sociale armoede, op eenzaamheid. Wij moeten juist heel erg individu zijn. En als individu mag jij niet meer falen. Dus als individu kan het eigenlijk ook niet meer. Als jij zegt van, ik zit in de armoede, dan heb jij als individu gefaald. En dat is soms misschien nog wel erger, want wie vangt jou vervolgens op? Maar media helpt denk ik vooral, of kan negatief werken ook in beeldvorming. Wat mensen hebben, dat je wel vooral moet voldoen aan bepaalde normen en richtlijnen en trends van de laatste tijd. En als je dat niet doet of niet kan, ja, dan hoor je er niet bij. En ook dat is van alle tijden. Want dat was in mijn jeugd niet anders dan dat het nu is, denk ik. Alleen het is nu veel zichtbaarder. Het lijkt steeds sneller te gaan. Het heeft denk ik ook te maken met onder andere het internet, wat natuurlijk sinds de jaren 90 een explosie aan kennisverspreiding heeft opgeleverd. Maar ja, het vraagt wel, dus het klinkt misschien gek, maar heel bazaal dat je kan lezen en schrijven. En er is nog steeds 10% van de Nederlandse bevolking kan niet lezen en schrijven. Nou, dan is die hele informatiebron al uitgeschakeld. Mensen leven in bubbels. Leef jij ook in een bubbel? Iedereen. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou zeggen van niet. Maar dat kan natuurlijk juist dan weer het antwoord zijn wat je geeft als je in een bubbel leeft. Ja. Een enorme bubbel. Ja? Ja. Ja, nee, hoe krijg je het bij elkaar? Ik woon in het centrum van Amsterdam. Amsterdam is al een bubbel. Ook al kom ik erg graag buiten de stad. Ik ben omringd door mensen die niet lijden aan materiële armoede, die niet lijden aan sociale armoede en die ook niet lijden aan informatiearmoede. Dus ja, dat is een bubbel, puur zo. Ja. Ik heb een gezin met twee kleine kindjes. En ik heb het daar druk mee. Dat vraagt veel energie en aandacht en tijd. Dus dat is wel energie, aandacht en tijd die niet naar de mensen buiten die bubbel gaat. Ik woon in een wijk in Nijmegen waarbij het inkomen hoger is dan op andere plekken in Nijmegen. Alleen dat al maakt natuurlijk al heel veel uit. Ik doe wel mijn best om met projecten of met juist in aanraking te komen met de gehele maatschappij. Maar dat is wel iets wat je actief moet doen. Even heel tastbaar is dat in ieder geval al de dingen die ik zelf leuk en interessant vind. Mijn werk,
Dat beperkt zich altijd tot bepaalde gebieden en dat zijn vaak dezelfde gebieden. Nee, dat er heel veel is waar ik nog niks van af weet in de buitenwereld. En dat vind ik aan de ene kant spannend, aan de andere kant ook alweer heel interessant. Maar dat er nog zoveel is inderdaad wat ik niet weet, dat de kans best wel groot is dat ik inderdaad in een bubbel leef, maar dat ik er eigenlijk niet zo bewust van ben. Op een gegeven moment ga je dingen als normaal beschouwen. En denk je ook, oh, de rest van de wereld heeft het ook zo. Ik denk op het moment dat je op internet zit eigenlijk, dan ontstaat die bubbel al. En ik ben me daar, ik denk dat je één ding daaraan kan doen, en dat is je bewust van maken in welke bubbel je zit. Heb je ooit zelf armoede van dichtbij meegemaakt? Ja, wel van dichtbij meegemaakt. Denk niet echte armoede, zeg maar. Ja, financieel. Als ik dan ook wel kijk of het werk gewoon niet meer kunnen komen logeren, bijvoorbeeld op een andere, voorheen een andere werkplek. Ze logeren opvangen als ze alleen het weekend kwamen. Niet meer kunnen komen logeren omdat ze het geld gewoon niet hadden. Dus dan bleef het kind maar thuis, waardoor de ontwikkeling weer achterbleef. Ik heb wel gewerkt met mensen die met heel weinig financiële middelen rond moeten komen. Ik heb ook gewerkt met mensen uit Afrika die met weinig financiële middelen rond moeten komen. En ik heb in mijn vriendenkring iemand die ook met weinig financiële middelen rond moet komen. Ik kan me wel herinneren ook uit mijn jeugd dat we kinderen in de klas hadden die, ja, waar het gewoon echt heel moeilijk was om de eindjes aan elkaar te breien. En waar heel veel stress ook was om gewoon überhaupt dagelijks de boel te regelen en het eten op tafel te krijgen. Ik ben vorig jaar in Noord-Korea geweest en dat was een hele speciale ervaring. En daar zie je armoede op elk vlak. Maar ook in het vooral het sociale stuk zie ik heel erg veel dat niet weten hoe om te gaan met andere mensen. Dus dan maar gewoon het contact laten en niet proberen. En dan word je eenzaam, wat dan weer kan leiden tot mogelijk een depressie, waardoor je weer nog verder in het dal komt. Iedereen is mager. Niemand die daar maar enig vet op hun lijf heeft. Als je kijkt hoe hard die mensen moeten werken. We hebben dan gidsen bij ons, die slapen maximaal 4 uur op een nacht. Als je in je omgeving relatieve armoede zag, die jij al zo hebt ervaren, wat heb je dan mee gedaan? Ik heb vrijwilligerswerk gedaan voor de voedselbank, om op die manier mijn steentje bij te dragen. En voor die persoon in mijn vriendenkring hebben we met de vriendenkring gezamenlijk hebben we ook bepaalde geldinzamelingen gedaan om ze financieel te steunen. Maar ook door er voor ze te zijn. Ja, ik denk ook wel met eenzaamheid inderdaad toch het praatje maken, even op bezoek gaan, een kopje koffie drinken. Zorg dat iemand niet geheel de hele dag alleen is. En op die manier probeer ik wel bij te dragen aan dat stukje van de armoede inderdaad. En werd dat gewaardeerd? Ja, zeker. Ja? Ja. Heb je ook wel eens het dilemma herkend dat er een verschil zit tussen hoe jij wilt helpen of vindt dat er geholpen moet worden? Ja. En hoe de ander vindt dat er geholpen moet worden? Ja, ik heb dat heel erg moeten leren. Want, aanvankelijk was mijn manier van helpen eigenlijk altijd gericht op hoe ik zou denken dat het voor een ander beter zou moeten worden en wat daar dan voor zou moeten worden gedaan. Alleen ik heb gaandeweg mijn relatief jonge leven al wel geleerd dat dat zo niet werkt. Als mensen trots zijn, wat hun uiterst goed recht is, dan willen ze soms ook niet geholpen worden. Maar ik heb wel eens met een vriendin die had het dus niet zo breed, maar die kwam me dan wel eens ophalen voor het laatste stukje ergens naar de sportclub. En ik zei van, goh, ik zie dat je, kom, we gaan even, ik heb even zin om bij het tankstation wat drinken te halen, weet je wel. En dan liep zij naar binnen en dan ging ik gewoon tanken en dat reken ik dan af met mijn pas. En groot protest enzovoorts, maar uiteindelijk, kleine dingen. Ja.
Dat leidde wel tot acceptatie, dus jouw... Ja, als je het op zo'n manier weet te spelen dat het moeilijk is om er afstand van te doen. Maar voor de rest, je merkt wel, het kan heel lastig zijn. Je zei, het grijpt je aan. Is dat machteloosheid dan, wat je dan ervaart? Ja. En is dat ook een vorm van armoede? Ja, dat is een vorm van armoede. Namelijk dat ik niet in machten ben om daar iets aan te doen. In welke vorm dan ook. Ik moet staan, ik moet toekijken. Ik laat het vooral op. Ik neem het vooral op. En ik denk, dit is een ervaring. Hier moet ik wat mee. Dus het is zeker een verrijking om die ervaring te hebben gehad. Om ook dat machteloosheid te voelen. En welk gevoel levert het jou op als je iemand hebt kunnen helpen op een manier die jij verstandig vindt en die ander ook gewaardeerd heeft? Een heel goed gevoel. Voldoening. Ja? Ja. Fijn gevoel als je dan denkt, oké, ik heb iets kunnen doen voor iemand. Hmm. Ja, dat is onbeschrijfelijk. Ja. Beschrijvers? Gaan we toch proberen. Nee, dat, ik word daar heel gelukkig van. Ik word daar heel blij van. Ja, omdat ik dan ook het idee heb dat ik dat ik echt iets heb kunnen betekenen. Dat ik iets zinvols heb gedaan. Vind ik eigenlijk wel een lastig gevoel in deze. Omdat ik dan eigenlijk een ander graag van dienst wil zijn en hulpvaardig wil zijn om de ander te helpen. En dat het mij eigenlijk in eerste instantie een prettig gevoel geeft. Dat klinkt, of dat voelt wel vreemd voor mij eigenlijk. Alsof het niet mag. Mensen moeten ook het accepteren dat je ze helpt. En het is een allerbeste recht om dat niet te accepteren. Maar goed, ja. En wat bracht het jou dat je dat deed? Nou ja, in die zin niet zoveel, dat ik het gewoon de normaalste zaak van de wereld vind. Wat zou het gevoel zijn als je onverhoopt ineens zelf met armoede geconfronteerd zou worden? Stel je voor dat er vallen zaken weg. Ineens zijn er dingen die vanzelfsprekend waren, zijn er niet meer. Wat zou het met jou doen? Ik denk eerlijk gezegd dat het wel heel veel met me zou doen. Ik denk dat ik ook tevreden zou kunnen zijn met weinig. Maar dat denk ik nu. Maar ik denk dat het me dat heel veel zou doen. Ja. Ik geniet ook heel erg van de voorrechten waarvan ik nu gebruik maak. En dat is voor mij ook, ook een dilemma van hoeveel neem je voor jezelf en hoeveel laat je voor anderen. Daar probeer ik heel bewust over na te denken. Maar daar zou ik nog veel meer in kunnen doen, denk ik. Ja, want hoe deal je met dat dilemma? Door soms inderdaad ook dingen niet te doen. En op andere momenten het wel te doen, maar me er bewust van te zijn. Ik heb momenten dat ik echt wel eens denk van ja, ik voel me misschien wel eigenlijk wel zo happy of het gaat zo goed. Misschien dat er nog wel eens iets ergens gebeurt of dat ik alles inderdaad kan kwijtraken. En wat zou dat dan gebeuren? Of hoe zou dat dan zijn? En wat zou dat dan met me doen? Het glas is bij mij altijd half vol. En dat wil ook zeggen, op het moment dat ik zo'n gedachte heb, dan ben ik enorm dankbaar voor wat ik heb. Die stress die je hebt als je onder armoede staat, dat maakt dat je andere keuzes maakt. En als je daar met een afstand naar kijkt, met het voorrecht van het wel hebben van geld, maar dan zou toch veel slimmer zijn om dit te doen. Ja, dat is vanuit die positie. Maar als je in een andere positie bent, dan zijn mensen dus ook geneigd om te stelen of om te liegen of om te bedriegen. En als je onder die stress staat, dan gebeurt dat. En dat zou mij ook kunnen gebeuren. Hmm. Maar ik denk zeker dat als je armoede meemaakt bij jezelf, dat je daarin anderen beter kan begrijpen. Alleen zul je daar ook bij mee geconfronteerd moeten blijven worden. Die ervaring op een of andere manier moeten blijven houden. Wil dat ook een beetje tussen je oren blijven zitten. Want je vergeet heel gauw weer.
verantwoordelijkheden. Hoe zie je dat als het gaat om het fatsoenlijk omgaan met armoede en misschien ook wel oplossen? Wie is verantwoordelijk? Ik denk dat de overheid daar zeker van verantwoordelijkheid voor is. Ik denk dat het op iedereen's bord ligt. Als je het geluk hebt om ook meer dan gemiddeld verstandelijk vermogen te hebben gekregen. Dat heb je niet verdiend, dat heb je gekregen. En kan inzien, die meerdere perspectieven kan bekijken. Terwijl een ander die minder verstandelijk vermogen heeft gekregen en dat niet kan. Denk ik dat je in het eerste geval meer verantwoordelijkheid hebt en hebt te nemen. Ik denk dat dat echt een politieke keuze is. En dus dat je, als je gaat stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen, dat echt een moment is dat je hiervoor kunt kiezen als je dit belangrijk vindt. Ik vind het lastig om dat bijvoorbeeld te leggen bij de overheid of zo. Want de overheid is, weet je wel, heeft vaak hele goede bedoelingen, maar is vaak ook vreselijk inefficiënt. En weet je wel, houdt zichzelf in stand met allemaal regels en wachtlijsten. En ja, weet je wel, dat is vaak niet een hele efficiënte manier. Dus de overheid heeft een grote rol, maar de overheid zelf moet weer heel erg klein zijn. En ik denk dat vooral het meest beangstigende is voor de overheid zelf. Dat ze eigenlijk het beste kunnen helpen op het moment dat ze zelf kleiner worden. Je zegt het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en er is ook een financiële verantwoordelijkheid bij de regering. Als er nou een advies, stel je voor dat je de baas bent van alle mensen en dingen. Wat zou jouw advies dan zijn in dit kader? Wat moet er nou gebeuren concreet? Ik denk dat de rijke individuen, ik denk dat zij veel meer eigen initiatieven moeten tonen. Ja, dan moet sowieso, mensen moeten eerst gemotiveerd worden om te willen helpen, anders werkt het niet. Hoe doe je dat? Dat is een hele goede vraag. Dat verschilt ook per mens. Maar ik denk dat eigenlijk, als ik nu kijk naar de motivatie die mensen nu hebben om werk te verrichten, is het vaak toch geld. Of passie voor het werk wat je hebt, maar ja, dat als ik kijk naar dit onderwerp, dat het toch wel geld is of dat zou motiveren. En vanuit de politiek in ieder geval het op de agenda komt, dat we daar belangrijk vinden. Maar dan vervolgens gaan kijken hoe we het eigenlijk vanuit de onderkant kunnen gaan initiëren. Dus wat je ziet is dat veel meer mensen, steeds meer individuen zelf iets op gaan zetten. Ik denk dat dat heel erg goed is. Ik denk dat het ook echt daar vandaan moet komen. Zodat je ziet dat het ook steeds vaker lokaler gebeurt. Wat ook een hele mooie ontwikkeling is. Hè? Dat het niet meer altijd meer is het arme Afrika. En alles moet namelijk naar het arme Afrika. Ik merk wel dat het leeft. Mensen zijn daar zich wel meer bewust van. Dat denk ik wel. Ja. Mensen in jouw bubbel of mensen in het algemeen? Ja, dat is een goede vraag. Ja. In ieder geval mensen in mijn bubbel. Dus ja. De mensen waarmee ik omga, zijn zich daar denk ik meer van bewust. Ik geloof heilig in de kracht van onderwijs. Dat juist ook om mensen in staat te stellen om voor zichzelf te gaan zorgen en in zichzelf verder te ontwikkelen. Ik probeer heel veel dingen met onderwijs op te lossen. Ik probeer heel veel dingen met zorg op te lossen. Maar dat is allemaal aan het, zeg maar, relatief aan het einde van het van het probleem. Dus ik zou er veel meer voor zijn om dat aan de basis van het probleem op te lossen. En ervoor gaan voor te zorgen dat die financiële armoede er gewoon niet meer is. Ja. In heel veel gevallen is het vinden van werk een oplossing. Misschien niet altijd om financieel erop vooruit te gaan, als wel om je van maatschappelijk nut te voelen en misschien uiteindelijk wel meer op financiën erop vooruit te kunnen gaan. Dus ik denk dat het vinden van werk een belangrijk item is. En in mijn ervaring vind je dat door te netwerken. Als mensen zeg maar in sociale armoede zitten, ja, dan kun je ze proberen daaruit te halen. Maar ja, ik geloof tegelijkertijd ook heel erg in de eigen, hoe zeg je dat nou? De eigen verantwoordelijkheid, eigen rechten van mensen. Eigen, ook om, weet je, als mensen zich bewust afsluiten, dan wil ik niet zeggen van ja, maar je moet, weet je wel, jij bent sociaal arm, kom, ga mee, weet je wel. Dat is, nee. Daar kiezen mensen soms ook bewust voor.
op een bepaald niveau gaan we het zeker niet oplossen. En ga ik het niet oplossen, gaat niemand het niet oplossen. Alleen wat we wel kunnen doen is datgene waar je wel invloed op hebt om daar iets te doen. En dat is vaak gewoon in je naaste omgeving. En het hoeven geen grote dingen te zijn. Dat kunnen kleine dingen zijn. Ja, misschien wel pay it forward. Misschien als we allemaal wat vaker bewust iets voor de ander doen, dat een mentaliteitsomslag kan hebben, waardoor mensen ontdekken van hé, dat voelt lekker. En gewetensvraag, zou je zelf meer kunnen doen dan je al doet aan de bestrijding van allerlei vormen van armoede? Absoluut. Ik ga zelf nu niet naar een buurthuis toe, maar ik zou daar ook mijn kennis en ervaring kunnen delen. En ik zou ook bij wijze van spreken naar een uitkeringsinstantie. Ik denk niet dat ze met de huidige privacywetgeving die gegevens prijsgeven, maar je kunt natuurlijk wel als een soort maatje je opwerpen of aanbieden. Of een oproep bij de Albert Heijn ophangen van heeft u hulp nodig? Ik weet wel wat. Of ik denk graag met u mee. Dat zou ik natuurlijk kunnen doen. Ik vind het heel moeilijk om armoede in de zin van mensen die echt niks hebben om dat te zien. Dat vind ik moeilijk. Confronterend, denk ik. En ik denk ook dat heel veel mensen dat vinden. En dat we daarom liever niet zien. Wat zouden dan de obstakels zijn? Waarom komt dat er niet vaker van dan het gebeurt? In het algemeen? Tijd. De tijd die ik niet aan mijn gezin besteed, die besteed ik aan werk. En dan puur egoïstische reden. Ik zou ook wel even een keer een avondje niks willen doen. En ik zou ook wel weer willen gaan sporten. En dus dan vind ik dat op dit moment helaas belangrijker. Voelt niet goed om te zeggen, maar dat is natuurlijk wel. Wat gebeurt er als we met z'n allen niks doen? Als we zeggen, nou, het is wat het is en het hoort bij het leven? Ja, dan wordt het of alleen maar, of hetzelfde blijft, of waarschijnlijk wordt het alleen maar erger. En als het hetzelfde blijft? Daar ben ik ook niet heel blij mee eigenlijk. Want? Nou ja, als je ziet hoeveel er nu eigenlijk mensen al last hebben van de verschillende soorten armoede die er zijn, vind ik dat we wel iets moeten doen. Meteen na het laatste gesprek met Anne heb ik mijn waarnemingen uit alle gesprekken voorgelegd aan Tjeu van Knippenberg, lid van de congregatie van de missie, gesticht door Vincent de Pol en initiatiefnemer van het Vincent de Pol Center Nederland. Je weet dat ik een zoektocht heb gedaan, begonnen in de confrontatie met armoede die ik heb ervaren bij het werk in de kledingbank. Dat ik toen in aanraking kwam met het gedachtegoed van Vincent. En ik heb een aantal jonge mensen gesproken over hoe zij een eigentijdse kijk op armoede zien en wat daar zo aan te pas komt. En ik wil heel graag gebruik maken van jouw kennis en jouw mening vooral. Om eens te kijken of dat nou hetzelfde is als het Vincentiaanse denken van al 400 jaar geleden en sinds die tijd. Of dat het anders is. Of ja, zo. Is het goed als ik een aantal dingen aan jou voorleg? Ja, zeker. Ja, mooi. Ik heb iemand gesproken die zei, armoede is ook vooral relatief. Als drie mensen van iets evenveel hebben en twee hebben daarna veel meer, dan is die ene ineens arm, hoewel het bezit niet is veranderd. Heeft Vincent daar ideeën over dat jij weet? Ik denk wel dat hij daar ideeën over heeft, omdat de gedachte dat armoede relatief is, een gedachte is die altijd bij iedereen voorkomt als hij iets ervaart van verschil in macht, verschil in rijkdom, verschil in omstandigheden van leven. Voor Vincent
is de relativiteit van de armoede natuurlijk helemaal gekleurd door de tijd waarin die leefde, de cultuur waar die deel van uitmaakte, de godsdienst die hem bezielde. Toen hij in hoge existentiële nood was, toen was hij zo voor in de 30. Toen heeft hij die nood overwonnen door zieken te gaan bezoeken. En hij heeft ondervonden de relatie van iedereen naar elkaar toe, maar zeker van een rijkere en een armere, van een gezonde en een ziekere, dat dat invloed op elkaar heeft. Hij heeft in de gesprekken met zieken, in daar maar aanwezig zijn, heeft hij zijn existentiële crisis overwonnen. Geestelijke armoede, zegt hij, die komt ook voort door gebrek aan kennis. Mensen moeten kennis hebben voor het leven. En als gelovige kennis van het evangelie. Want dat gaat niet over schuld, dat gaat over vergeving. Een van de mensen die ik geïnterviewd heb zei, als je op welke manier dan ook arm bent, kun je ook op welke manier dan ook rijk zijn. En als je rijk bent, ben je ook rijk aan verantwoordelijkheden om iets te doen voor de samenleving, voor armoedebestrijding. Was dat ook een beeld wat Vincent deelde? Ja, ik denk het wel. Ik zou zeggen van dat accent, je bent verantwoordelijk voor de anderen, dat geldt evenzeer voor de rijken als voor de armen. En hij zelf heeft dat uitgedrukt in de slogan, in de zin, in het motto: de armen zijn onze meesters. En dat is een heel interessante uitspraak eigenlijk. Omdat hij zegt, als je ergens van kan leren, dan kan je leren van de armen, want die heeft niks te verliezen. Daar komen de waarden boven die een mens eigen zijn. En daar komt, laat ik maar zeggen, datgene naar voren op God waarvan een mens kan leven. Iemand in de geestelijke gezondheidszorg zei, ik herken een vorm van informatiearmoede. Als iemand psychotisch wordt, zit het probleem niet zozeer in de psychose als wel in het onvermogen van de omstanders om daarmee om te gaan, omdat ze het niet weten. Dus ook ouders van patiënten die een kind niet kunnen helpen zoals het zou moeten. Was informatie ook een thema bij Vincent? Kennis? Ja. Kennis en informatie waren uiterst belangrijk. Kijk, wij leven in een informatiemaatschappij. In die tijd van Vincent, 16e, 17e eeuw, Frankrijk, werd een ander soort maatschappij gevormd. Het ging van een maatschappij die berustte op landbouw, een agrarische maatschappij, ging het naar een handelsmaatschappij. Een goede bekende van Vincent, kardinaal de Richelieu, hij komt voor in alle geschiedenisboeken van Frankrijk in elk geval, die was de eerste premier van Europa. En die heeft dit bewerkt, en dat was helemaal in de geest van Vincent, dat mensen op grond van informatie contact met elkaar hun leven konden verbeteren.
Ik zou de gesprekken tekort doen als ik zou suggereren dat het uitsluitend over de onderwerpen ging die we nu net besproken hebben. Maar het zijn wel de zaken die er bij mij het meest uit zijn blijven hangen. En ik ontdek in het gesprek met jou geen enkel aspect wat nu voor jonge mensen actueel is, als zij kijken naar een eigentijdse kijk op armoede, dat niet ook al gezien is en opgepakt, maar populair te zeggen, door Vincent. Ja. Weet jij zaken waarvan je zegt, nou, dat zijn eigentijdse aspecten van armoede die hij niet heeft voorzien of geraakt? Misschien, ik weet het niet, maar dat kan ik me zo voorstellen, dat de grondmotivatie bij Vincent en bij mensen van nu, dat die niet helemaal gelijk loopt. Althans niet in de formulering daarvan. Kijk, Vincent, die probeert te leven volgens het evangelie. En het evangelie, dat heeft als boodschap het koninkrijk van God. Dat wil zeggen dat er vrede is, dat er gelijkheid is. Dat koninkrijk, dat bestaat niet, maar dat is datgene waarop je je richt. En hoe je daarop richt, dat is getekend door vormen van liefde, door compassie, door door het voorbeeld van Jezus zelf. En ik denk dat dat voorbeeld van Jezus, wat voor Vincent, die ook zegt, doe als Jezus. Wij zeggen misschien ook wel eens, doe als Vincent, maar dat komt omdat hij gedaan heeft zoals Jezus. Ik denk dat dat aspect, de taal daarvoor, dat die een beetje verloren is. Waarschijnlijk niet verloren, maar een beetje vergeten op dit moment. En dat die misschien in de lijn van Vincent weer nieuw leven zou kunnen krijgen. Liefde en compassie lijken van alle tijden te zijn. Net als de gedachte van Vincent dat we vooral praktisch en pragmatisch moeten denken en handelen. Hoopvol, want er is geen toekomst zonder verleden.